Vrienden en fans, welkom bij een nieuwe bouwvideo waarin we alweer op de helft zitten van de verkeerstoren. Als je de video leuk vindt, vergeet niet te liken en als je nieuw bent te abonneren. En dan gaan we gewoon lekker starten. Veel kijkplezier. Ja, wat leuk dat je weer geklikt hebt. Welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Stort het plafond. We gaan meteen verder, want we hebben nog wel wat te doen. Nou goed, laten we eens even kijken of we dit netjes kunnen klaren. We gaan hem even hier neergooien. Andere stand. Dat is perfecto. En dan gooien we de stort aan. En dan gaan we eens even kijken of we dit gaan doen. Of we gaan hem half skippen. Ik weet het niet. We zien het wel. Ik ben heel eerlijk gezegd ook best wel blij dat dit de laatste campagne opdracht is. Omdat ik ook wel de oude opdrachtjes gewoon wel mis. Hè? Lekker een huisje bouwen of wat afvoeren. Dat mis ik op zich wel. Maar ja, het is wel een hele leuke campagne om te doen. En we hebben natuurlijk nog veel meer campagneopdrachten die we nog kunnen doen. Dus het is niet het einde van het spel dit. Ik moet even opletten dat ik niet... Ja, dat is wel heel veel hoor. Ja, dat is niet een dun laagje wat we neer moeten leggen. Dit, hier komt wel iets meer bij kijken, zie ik. 11%. Ja, ik heb toch ervoor gekozen om dit te gaan skippen. Het is erg veel. We hebben 335.000 euro verdiend met dit in plaats van 420. Ik vind het prima. Yes, dat gaan we doen. Nou, dan gaan we verder met de begane grond. We hebben nu dus een kelder gedaan. En nu gaan we werken aan de begane grond. Nogmaals, kun je 1,2 miljoen euro mee verdienen. Bouwfase 6. En de duur is aardig lang. 402 hebben we verdiend. Dat is zeer fijn. Gaan we dat even resetten. Bouwmaterialen uitpakken. Nou, dan gaan we dat hier doen. En dan, en dan moeten we weer gaan storten, jongens, denk ik. Of de wanden. Ja, de wanden zijn dat. Ho. Dat is een hoop. Maar als het goed is, heb ik dat allemaal hier liggen. Instappen. Even met de camera zo. En dan gaan we even kijken. Plafondcomponent. Twee keer. Dat zijn deze hier. Dan zijn we toch wel lekker bezig. We zitten officieel op de helft nu. 51%. En waar mag dit dan liggen? Oh, we kunnen ook nog een trap plaatsen. Zie je dat? Dat moeten we ook nog neerzetten. Ik zit even te kijken. Waar, is dat nou hier? Nee, toch? Nee, dat is dat niet. Waar moet dit heen dan? Oh, jongens. Wat zit? Oh, hier. Het zit achter de betonnen mixerpomp. Oké, mooi. Dat is één. En dan gaan we nu naar nummer 2. Want we hebben er ook 2 nodig, zie ik. Ja, komt hij maar heel ietsje zakken. Dat is er een beetje te veel van het groeien. En dan mag je ernaast. Yes, daar gaat hij. Komt hij maar. Laten we die trap plaatsen. Die ligt er namelijk naast. Dat is ook wel leuk. Nog nooit gedaan, een trap geplaatst. Ja, omhoog. Oh, dit wordt wel een beetje... Ja, dit wordt lachen. Even ietsjes draaien. Anders gaat het niet lukken. Nou, misschien wel, maar... Ja, zakken met dat ding. Oké, mooi. Nou, dat was de wenteltrap, zo heette die. Dan moeten we nog steeds betonzaalraster plaatsen, 1 keer. En die mag dan ook bij de betonmixerpomp liggen, zo te zien. Dus laten we dat ook doen. Ja, komt u maar. Hoppatee, naar beneden. En dan krijgen we pallet met bekisting. Dus dat is dan weer voor het stortverhaal. Ja, en waar mag dit? Dat mag hier, als het goed is. Yes. En dan krijgen we 2 keer stijger. En de stijger zijn deze. Ja, dat is 1. En die mocht aan de andere kant. En eentje erachter volgens mij. Ja, helemaal daar. Oh, dat is wel ver weg dit. Nou, zakken. Hartstikke fijn. En dan gaan we ook de tweede stijger plaatsen. Ja, het ziet er nog niet uit als een verkeerstoren, wel. Het is nog eventjes... we moeten nog even aan de gang.
We moeten nog even doorwerken voordat we echt een toren zien. Maar het zal niet lang op zich wachten nu. Het gaat nu wel aardig snel. Maar het was wel veel werk voor de kelder alleen. Heel veel werk. Ja, deze mag hier. Hartstikke fijn. En dan gaan we even kijken. Dan gaan we de wanden storten, staat er. Nou, dat scheelt. Dat is niet heel veel zo te zien. Of ik ga spijt van die uitspraak, maar... Ik ga hem toch eventjes... ietsjes dichterbij zetten. Heel iets, zodat ik zeker weet dat ik overal bij kan komen. Ik hoop dat dat goed gaat met die kraan. Jawel, dat komt wel goed. Nou, daar gaan we. Het is 9 uur 's ochtends en dat is mooi. Dan hebben we nog lekker lang daglicht. Yes. Nou, daar gaat hij. Even kijken hoe snel dit gaat. Ja, het is heel diep. Het is heel diep. Er gaat heel veel in. Maar dit is denk ik het begin van de toren. Ik denk dat dit de onderkant is van de verkeerstoren. Ja, de helft al nu. Komt u maar. Dan gaan we naar de andere kant. En dan hoop ik dat ik het af kan maken. Ja, dat moet lukken. Kom op. Dat moet lukken zo. Oh nee, toch niet. We moeten toch nog eventjes... Nog één keertje hier. En nu zou het moeten lukken. We hebben ook genoeg in onze in lading. Het kost 1 lading. Dat is mooi. En wat gaan we nu doen? Geprefabriceerde muren afleveren. Oh god. We gaan bezig met de wanden, jongens. We moeten ook wat uitpakken, zie ik. Geprefabriceerde trap afleveren. Wenteltrap. Nog een trap moeten we doen. Nou, laten we eerst even dat uitpakken. Waar was dat? Dat was hier. Nou, dan moeten we de trekker erbij pakken. Met de oplegger natuurlijk. En dan... Oh, wacht. We moeten weer wanden storten, zo te zien. Nou, dat had ik dus beter niet kunnen doen. Laten we dat als eerste doen. Ja, even achteruit. Oh, ik hoop dat ik zo hoog kom. Want ik ben bang... dat we nog een keertje moeten. Even legen, even opnieuw tanken. Oh, dit wordt wel een beetje sketchy, denk ik. Dit wordt een beetje lastig. Of ik heb het helemaal verkeerd, dat kan ook. Nou... Oh, dit gaan we redden. Dit komt helemaal goed. Ja, het is een beetje... Het is een beetje prielen en prullen, maar we kunnen het doen. Kijk, daar gaat hij. Ja. Nou, ik denk dat hetzelfde verhaal is als net. Het is natuurlijk precies hetzelfde. We kunnen wel de helft doen al op dit stuk. Dat scheelt wel een hoop. En dan moeten we straks 9 houtpanelen gaan plaatsen. Dus 9 wanden. Dus dat wordt weer leuk kraanwerk. Doe ik het aan deze kant nog even? Ja. Kunnen we dat afmaken hier? Ik hoop het. Het wordt krap. Nee, dat gaat niet. We moeten het ook nog hier zo doen. Juist, nu maken we het af. Ik ben trouwens benieuwd of we nu... Ja, er liggen nog wel steeds bekistingen bij ons, bij onze kraan. Stort het plafond. Nou, dat is zo gedaan, denk ik. Dat kunnen we wel zelf gewoon afmaken. Het is niet een dun laagje. Nou, hier gaat best wel veel in. Het spel is aan het opslaan, dat is ook fijn. Ja, kom op. Ja, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Kijk, dan gaat weer die laatste paar procent gaat weer raar doen. Kom op, 100%. Yes, dat is hem. Waar ligt die trap dan? Oh, daar ligt die. Wacht, dan gaan we ook die trap plaatsen. Laten we dat even met de kraan doen. Ja, we gaan doorpakken nu, jongens. We gaan doorpakken. We gaan meteen door.
En dan zitten we op 60%, denk ik. Even iets lager, moet helemaal tot de grond. Bijna. En jij mag dan daar zo in. Oh, even oppassen. Ja, dit wordt ook weer een beetje... een beetje draaien en dan erin. Want anders gaat het niet. Dan kunnen we hem niet goed erin laten zakken, denk ik. Kijk, daar gaat hij hoor. Hij gaat er weer raar doen, zie je dat? Dat is hem. Oké, mooi. Dan hebben we dat gehad. Dan ga ik de kraan eventjes hierheen halen. Dan kunnen we daar meteen weer aan de slag straks. En dan ga ik eventjes onze mooie trekker erbij pakken. En dan gaan we onze prefabriceerde muursegmenten erbij halen. Want die hebben we nu namelijk nodig. Zo, daar ben ik weer. Ik ben eventjes aan het koppelen. En ik ben mijn Scania aan het mollen. Oké, kom op. Aankoppelen dat ding. En dan gaan we naar de muurding. Wacht, ik ga er maar heen rijden. Ja, jongens, ik ga rijden. Ik ga het gewoon proberen. Moet ik even kijken hoe ik ook weer moet rijden. Dat is via hier. Want anders rijd ik door mijn eigen, door mijn eigen gebouw heen. Dat is ook niet fijn natuurlijk. Ja, komt ie maar. En daar gaan we. Oh, 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 oh. Rustig aan, meneer. Ik had natuurlijk even moeten kijken eerst. Heb ik hier tijd voor? Eigenlijk niet. Gassen met dat ding. Kijk, dit vind ik dan wel lachen aan het spel, weet je. Gewoon planken, hoppatee. Oh, gaat het goed? Ja, dat gaat prima. Niks aan de hand. Het is ook dichtbij, weet je. Dus het kan wel. Hallo, toeteren. Hoe toeter ik ook alweer? Weet ik niet. Oké, hier zo zijn die muursegmenten als het goed is. Meneer? Eventjes aan de kant. Oh-oh. Nee, dat had ik dus niet goed. Oh, ik heb nou spijt dat ik ben gaan rijden. En ik heb de verkeersbord eruit gehaald. Gaat lekker dit, jongens. Gaat helemaal prima. Nou. Dan ga ik even vanaf hier, want het is nogal een grote bocht die we moeten maken met die enorme oplegger. Dat ging net goed. Maken we hier nog even een bochtje. Wat is er met mijn hand aan de hand? Wat heb ik altijd voor rare zin in mijn video's? Wat is er aan de hand met mijn hand? Ja, deze gaat hierop. Mooi. Dan gaan we nu laden. Jeetje, dat zijn 4 pakketten in totaal. Oh mijn god, jongens. Ja, dat zijn er veel. Nou, dan gaan we snel reizen naar het vliegveld toe. En dan gaan we alles maar eens even neerzetten. Ik denk dat ik gewoon alles neer ga zetten. Zodat ik niet continu heen en weer hoef, snap? Dan zet ik gewoon alles in één keer neer nu. Even uitzoomen. Oh, ik heb er maar eentje gepakt. Kom ik daar met die kraan? Ja, dat moet wel lukken. Toch of niet? Ik hoop het. Ja, dat gaat wel. Nou, dat scheelt. Komt u maar. Yes, dankjewel. En deze die gaat dan hier op de grond, denk ik. Ja, zoiets. Gaan we weer in de trekker. En dan gaan we hier naartoe. En dan ga ik alles neerzetten wat we nodig hebben. Ik denk dat dat het beste is. En nogmaals, wat ik al eerder heb gezegd. Ik ben zo benieuwd of we nou gewoon vliegtuigen gaan zien vliegen straks. Daar ben ik zo benieuwd naar of dat nou functioneert of niet. Want als dat niet zo is, dan voel ik me echt genaaid. Want waarom bouw je anders een vliegveld om niet vliegtuigen te zien vliegen? Dat is toch ook raar? Nou, dan gaan we weer. Pakket inladen. Oh, dat kan weer niet. Oké. Nou, dan gaan we weer naar het vliegveld. Dankjewel. En dan heb ik er... Hoeveel had ik er nou ingeladen? 3 of niet? Dat is apart. Even kijken of dat ook zo is. Nee, het zijn er 2. Wat ik trouwens ook even ga doen...
is die kiepwagen weg doen. Voor nu even. Dat is toch wat handiger om gewoon die apparaten gewoon helemaal weg te hebben. Let op, hebben we die straks ook weer een keer nodig? Oh, dat is heel moeilijk als ik het zo doe. Ik doe het liever zo. Juist. Nou, dan mag dit er ook af. Ja, dat is hier zo inderdaad. Ja, deze die komt ernaast. Kom op, werk even mee. Ja, dit is ook veel werk hoor. Die muren en die wanden en zo. Maar goed, het moet gebeuren. Dus we gaan het gewoon doen. Oké, nou laten we dit eventjes ontgrendelen. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga alles ophalen nu. We gaan door. We gaan alles gewoon ophalen nu. Neerzetten en dan alles losmaken. Want anders dan blijf je aan de gang. Even een beetje efficiënt werken nu. Hoppatee. Gas erop. Kom op. Gassen. Dan gaan we dat inladen. En dan hebben we hier alles gekocht. We zitten op 5,5 miljoen. Dat is ook wel een leuk weetje. Dat blijft oplopen natuurlijk. Nou, laatste pakket erop. En dan hebben we alles op de locatie staan. Ja, ik vind het toch wat fijner dat alles er gewoon ligt. Het is wel een enorme zooi nu natuurlijk. Maar dat is allemaal voor het... Huh? Dat is allemaal voor het goede doel. Nou, kraantje. Haal dit er nog maar even af. Kunnen we alles achter elkaar gaan plaatsen. Nu hoeven we niet meer met die trekker te gaan rijden. Dan is het gewoon met de kraan plaatsen, plaatsen, plaatsen. En dan hebben we dat gedaan. Mooi, we gaan nu ontgrendelen. Dit wordt 1. Yes, dankjewel. Dat wordt nummer 2. Wat gebeurt er? Is hij los? Ik hoop het. Dit wordt nummer 3. Op zich valt het wel mee 9 keer, maar ik weet niet of het... misschien moeten we nog een keer rijden, ik weet het niet. Ik heb daar niet naar gekeken goed. Kan best zijn hoor, dat we nog een keer moeten. Nou, mooi. Kijk, nu zijn ze allemaal beschikbaar en dan gaan we. Nummer 1. En jij mag... Oh shit, ik kan het heel moeilijk zien zo. Waar mag jij? Is dat hier vooraan? Oh wacht, het is aan de achterkant denk ik. Hoop ik. Huh? Ja, wat is dit nou voor iets raars? Wat gebeurt er allemaal? Waarom wil dat niet? Of is dat hier? Ook niet. Oké, wacht eventjes. Wat is dit nou voor iets raars? Ja, ik denk trouwens dat we ook nog een verdieping moeten doen hoor. Hé, kijk, nu begint het wel op te lichten. Wat is dat nou voor iets raars? Ik pak letterlijk net hetzelfde deel. En dan zegt hij dat ik het niet hoef, of dat ik nergens kan plaatsen. En nu ineens wel. En als ik hem nu pak dan. Hallo? Nee, zie je dat? Nog steeds niet. Nou, het zal wel. Raar weer dit. Ja, dankjewel. Kijk, gelukkig ze lichten op. Nou. Dan kom jij daar. Laat het dan maar gewoon de rest pakken en niet die van de grond. Kijken of dit wil hier. Ja, dankjewel. En deze mag ernaast. Mooi, we hebben in ieder geval dat rijtje afgemaakt. Komt-ie maar, komt-ie maar. Hoppatee, dat is hem. En nu? Welke zullen we nu pakken? Zullen we gewoon die pakken die daar ligt? Nee, dat ga ik niet doen. Ik pak deze wel. Ja, ik zie wat oplichten.
Dat is, even kijken, dat is deze hier. Ja, dat zijn twee verdiepingen, dat moet. Dat kan niet anders. Maar goed, we hebben alles hier liggen. Wat is hij nou aan het doen? Juist, dat ja. Het is ons wel geprutst hoor, met dat ding. Nee, die moet niet hier. Kijk, zie je dat? Kan ik weer niet plaatsen. Oh, wacht, hier. Hé, hey, ja. Ja, je moet maar net zien dat je het kan plaatsen. Nou, dat was één. Kijk, ik wil deze hebben. Deze. Die mag zo te zien daar. En deze. Die mag. Nergens. Ofwel. Nee, die mag nergens. Het zijn gewoon voor de twee. Ik denk dat dit gewoon voor de tweede verdieping is. Ik denk dat dat het is. Dus als ik nou goed kijk, dan zie ik dat dat andere zijn als die ik hier heb. Dat zijn deze hier. Ja, het is weer eventjes puzzelen hoor, dit. Het spel zit te kloten. En ik natuurlijk ook. Oh, wat heb ik het ook weer allemaal lekker handig neergezet, hè, jongens, dit. Wat handig allemaal weer. Ik wil graag deze hebben, juist. Kijk. Nou, dan moeten we zo meteen even kijken. Welke was laatste moeten plaatsen? Yes, dat is deze. En dan gaan we nu dus met die andere. Wat is dat? Dat zijn ramen en een deur of zo. Ja, dat is die. Mooi. Nou, dat scheelt weer een hoop zoeken. Alsjeblieft, werk even mee. Dankjewel. Deze die komt dus hier. Kijk. Oh god, nu krijgen we 9 plafondcomponenten. Het is altijd na de 60% is het echt nog heel veel werk. Oké, mooi. Dit wordt nummer 1. Het is wel afwisselend zo. Ja. Nou, dan krijgen we dit. Is er namelijk eentje omgevallen. Deze die komt hier zo. Wat staat er nou? Bouwmaterialen uitpakken. Oh ja. Dat zijn de stijgers. Maar laten we daar maar even mee wachten. Laten we eerst dit doen. En ik heb zo'n idee dat als ik nu de stijgers ga uitpakken, dat dat nog wel eens in de weg kan staan. Ik weet niet zeker hoor, maar... Ik bedoel, we kunnen dit gewoon afmaken, neem ik aan. Zonder te veel problemen. Voor de mensen die nog steeds aan het kijken zijn, dankjewel. Superleuk. Vind ik echt tof als mensen mijn video's afkijken. Ik zie het ook wel in mijn analytics altijd. Bekijk het wel. En ik zie dat deze video's best wel goed bekeken worden. Dus dankjewel daarvoor. Als je het trouwens in de Discord wil, dan kan dat ook. Ik heb de link in de beschrijving staan. En dan kun je lekker babbelen met mij of met een van mijn volgers. En dan kun je alles zien wat ik ga doen. Of informatie over de giveaways. Dus als je dat leuk vindt, dan ben je van harte welkom. Oké, dan gaan we dit pakken hier. Ja, het is ook niet altijd heel erg handig wat ik doe, hè. Dat ik zo ver uitzoom. Maar ja, als ik dan inzoom, dat is ook niet heel fijn, hoor. Want dan gaat die camera namelijk soms heel raar doen. En dat vind ik niet zo prettig. Oké. Dan gaan we met deze verder. Op zich valt het wel mee hoe lang het duurt. Het lijkt altijd langer als dat het is. Maar alsnog, het zijn wel veel componenten. Of segmenten, moet ik zeggen. Nog 2 stuks. Dat is nummer 1. Komt achterin. En dan krijgen we zo meteen het laatste deel. En dan gaan we de stijgers opzetten. Ja, dat is deze.
En daar komt hij. Heel iets zakken. Dankjewel. En dan hebben we dit ook geplaatst. Hartstikke fijn. Dat was hem. Oh, dat is heel veel. Oh, dat werd al gedaan. Dat is fijn. Alsof hij wist dat ik het zou skippen. Oké, we gaan de stijgers uitpakken. Ben benieuwd waar we dan mee overblijven. Wat er allemaal verandert. Waarschijnlijk niet heel veel. Behalve dat we erop kunnen. Ja, en dat gaan we aan deze kant ook doen. Dank u wel. 183.000 erbij, jongens. Dat is mooi. En we moeten weer wat neerleggen, zie ik. Nou, laten we dat even doen. Wat ik trouwens ook zie wat we moeten doen, is de trap neerleggen. Dus we krijgen weer een trap. Dit is op trap nummer 3. En we zitten nu op 66%. Dat, ja, ik had het al gezegd. Van het gaat, het is veel werk. Vooral als je denkt dat het meevalt. Het spel verbaast je. Oké, ik hoop dat dit de laatste trap is. En dan krijgen we dus zometeen nog een keer die wanden. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als wat we net hebben gedaan. Nou, daar gaan we. Plafondcomponenten. Ik heb ook meteen alles gekocht wat ik nodig had. Dat doe ik normaal gesproken niet. Omdat ik in het begin natuurlijk niet wist hoe alles eruit zag. Maar nu weet ik dat wel. Althans, het meeste. Dus in de toekomst kan ik dat waarschijnlijk wel doen. Gewoon alles in één keer bestellen. En dan... ja, dan weet ik hoe het eruit ziet en wat ik nodig heb. Dankjewel. En deze die komt dan daarnaast. Ja, komt daarnaast. Uh-oh. Ja, dankjewel. We krijgen weer betonzaalraster. Ik krijg hetzelfde verhaal. Het is gewoon weer storten. Ik denk dat ik de storten ga skippen nu. Omdat ik dit niet leuk vind aan het spel. Ik vind het niet leuk als je zeg maar steeds hetzelfde, echt hetzelfde riedeltje moet doen. Net zoals wat we net hebben gedaan met etage. Dus het zou best maar zo kunnen zijn dat we gewoon dit afmaken in deze aflevering. En dat we daarmee ook de campagne gaan afsluiten. Dus dat we de DLC gewoon hebben uitgespeeld. Dat was ook eigenlijk mijn plan hoor, voor deze video om gewoon de DLC uit te spelen. Ik zit even te spieken waar ik nu de padded met bekisting moet zetten. Oh, dat is hier bovenin. Ja, dus al het stortwerk ga ik skippen. De wanden doe ik wel. Dat vind ik wel tof om te doen, dat vind ik niet erg. Laten we even kijken. De stijger. Oh, wacht even. Ik zit helemaal verkeerd te kijken, jongens. Sorry. Hier sta jij. Ja, het plan was om de DLC af te maken, deze aflevering. Dus ik ga ook mijn best doen om dat gewoon te doen. Deze, die mag hier zo. En dan kunnen we de boel gaan afmaken, neem ik aan. Ja, daar gaan we. We gaan weer met de wanden verder. Niet te laag. Perfect, dan ga ik nu wel even uitzoomen. Dan kan ik er namelijk iets beter zien waar alles terecht moet. Ja, hier eentje. Nou, het scheelt wel dat alles wat ik nu pak, dat het sowieso ergens op past. Helemaal tot de grond. En deze die komt dan... hier vooraan, maar hij mag ook achterin. Dan doe ik het liever achterin. Juist, daar ja. En dat zijn het trouwens 10. Want er zijn eigenlijk wat kleinere delen zo te zien. Ja, komt hij maar. En deze die mag dan ook achterin. Ga ik hem plaatsen. Juist, daar ja. Zie je dat? Je krijgt ook die kleine wandjes zeg maar ertussenin. Dankjewel, kom maar. Ja. Wordt er wel steeds handiger in, of niet jongens? Ik weet nog zeg maar de eerste paar afleveringen. Hoe overweldigd ik was van dit spel. Dat het zoveel is. Maar nu valt het wel mee. Ik voel me wel comfortabel nu. Na zoveel afleveringen. Ik bedoel, ik heb nu zitten over de 50 afleveringen nu, hè.
meer dan 50 afleveringen gedaan van dit spel. Dus het is gewoon 50 uur. Zoiets. Elke aflevering is 3 kwartier, uurtje. Half uurtje. Ja, deze wil ik hebben. Gaan we zo meteen de transport dingen weghalen. Ja, je mag daar. Ja, het is wel een best wel een groot gebouw dit. Het is niet even in één keer af. Maar goed, het zou ook een beetje raar zijn als dat wel zo was geweest. Weet je wel, als je dit gewoon in één keer af hebt. Of dat je het heel snel af hebt, dan is het ook niet leuk natuurlijk. En we spelen natuurlijk met de omvang op normaal. Want je kunt ook nog op hoog spelen. En dan doe je er waarschijnlijk gewoon 2 keer of 3 keer zo lang over. Maar ik vind dat niet zo leuk. Moet niet te lang duren. Ja, deze mag hier. En dan wordt het donker. Het is donker. 69%. Ik heb zo'n idee dat we die kiepwagen ook nog nodig hebben, jongens. Heel iets hoger. Ja. Nog 2 delen. Dit wordt de ene laatste. En dan zijn we in ieder geval klaar met die wanden. Dat is 1. En dan krijgen we het laatste deel. Heb ik hem goed staan? Ja, nu wel. Daar komt hij. Helemaal achterin. 1, 2. Dat is hem. Oh god. Nee, we zijn nog lang niet klaar, jongens. Geprefabriceerd muursegment houtpaneel. Oké dan. Nou, wat we sowieso gaan doen. Dus we moeten zometeen naar de houtzagerij, blijkbaar. Dat kan. Gaan we dit even uitpakken. En dat zijn ook weer 7 segmenten. Ik weet dan even niet wat nou precies hout wordt dan. Dat is wel apart, of niet? Met de verkeerstoren. Ik heb ook geen verstand van verkeerstoren, hoor, jongens. Ik bedoel... maar ik ben wel benieuwd wat dan... Oh, wacht. We moeten ook weer wanden storten. Oh, gaat dat... Oh ja, hier was ik al bang voor. Gaan we dat redden? Ja, dat gaan we redden. Nou, zijn we toch al best wel snel lekker bezig. Ja, kom maar. 5%, ja, dat gaat wel aardig. Maar er moet weer erg veel cement in, zo te zien. Gaat niet snel. Nee, het gaat niet snel. We moeten zometeen even al die troep opruimen hier, want het is 1 grote bende. We hebben die transportdingen staan, we hebben de trekkers staan, we hebben de... Hoe heet dat? De betonmixer natuurlijk nu staan. Moet allemaal straks even weg. Allemaal even netjes maken. Jeetje jongens, het gaat hier veel in joh. We gaan even tanken. We gaan hem even opnieuw aanzetten. En dan maken we het af. Dankjewel. Daar komt hij hoor. 90%. En dan gaan we zo meteen naar de houtzagerij karren. Want we hebben wat hout nodig. De bouwmachine is leeg. Nou, dat is niet waar hoor. Ik weet niet. Wat is dit voor onzin? De bouwmachine is niet leeg, spel. Juist. Weer een trap. Hoeveel trappen komen er in dit ding? Het is al de 4e trap. Wat de hel is dat? Oh, dat muur... Oh, dat hout ligt er al, joh. Ik dacht dat we naar de houtzagerij moesten. Waarschijnlijk moet dat wel als je op hoog speelt. Denk ik. Weet ik niet zeker hoor, maar... Oké, ik ga wel even ietsjes inzoomen nu. Oké, dit is toch de laatste trap, of niet? Pakket stalen torenbalken. Wat is dit allemaal, jongens? Nou, laten we even inzoomen. Oh, dat kan helemaal niet. Oh, dat kan wel. Daar komt hij al, de zoom. Nummer 1. Waar mag jij staan? Oh, ik mag kiezen. Dat is ook fijn. Nou, doe het dan maar hier. Dat is nummer 1. Kijk, en dit bedoel ik dus dat de camera raar doet. Zie je dat? Dat hij een beetje... aan het glitchen is.
Ja, deze die komt dan in het midden. Ja, jongens, ik ga het afmaken. Al duurt de aflevering dan maar wat langer. We gaan het afmaken. Ik wil dit gewoon af hebben gemaakt, deze DLC. Het heeft ook... het heeft ook lang genoeg geduurd, jongens. Oh, nee. Oh, er viel wat om en het is precies dat ik het niet kan pakken. Oh, dat wordt lachen. We hebben al eerder zo'n situatie meegemaakt met de verrijker. Weten jullie dat nog, die aflevering? Ik weet even niet meer uit mijn hoofd welke dat was, maar... Het was een drama. Toen moest ik met de verrijker op het dak springen of zoiets. Het was echt debiel. Zo, dat is een heel groot stuk. Maar dat geeft niet, dat kunnen wij. Ja. Ik vind het op zich wel chill dat je niet per se hoeft te draaien. Want daar heb je ook niet altijd zin in. Weet je, soms wil je ook gewoon plaatsen. Geen zin om te draaien normaal. Dus dat is op zich wel leuk. Het spel geeft je best wel veel vrijheid daarin. Hoe je het wilt spelen is ook wel belangrijk. Ja, deze die mag hier. En dan krijgen we even kijken. Nog twee delen. Dan gaan we door. Met deze. En dan hebben we zometeen dus dat hoekje. En ik zie geen blauw vinkje hier, dus ik weet niet hoe we dat gaan doen. Nou, laten we eens even kijken of dat... of dat wil. Schijnbaar niet. Nee, tuurlijk niet. Dit wordt weer lachen, jongens. Hoe ga ik dit doen? Even kijken. Kijk, want hier zit dat blauw vinkje hieronder. Oh, wacht even. Wat gebeurt er nou? Lading omdraaien. Wacht even hoor. Kunnen we dit weghalen? Nee, dat kan niet. Ik probeer hem namelijk te draaien, zodat ik zeker weet dat ik hem op kan pakken. Oh god, kan ik hem nu niet meer omdraaien? Oké, ik hoop dat dit lukt. Ja, gelukkig. Hij staat weer recht. Is dat een nieuwe functie van het spel? Want ik zweer het je dat ik dat eerst niet kon. Dat moet iets nieuws zijn. Ja, deze gaat daar. Oh my god. Plafondsegment, een button, daar gaan we weer. Ja, deze die gaat omhoog. En waar mag dit dan? Dat mag hier. Nou, het storten slaan we over. Dat ga ik niet doen. En we verdienen genoeg geld hiermee. We verdienen zat geld. Dat is geen probleem. Ik begin even achterin. Juist. We zitten op 74%. Dat betekent dat we nog een kwart moeten van de hele klus. Maar wat ik al zei, het venijn zit hem in de staart in het spel. Dus altijd meer als dat je denkt. Dan komt deze. Oh. Rustig aan. Rustig aan. Ja. En dan gaan we door met het volgende stuk. Nog vier stukken in totaal. En dan hebben we ook nog pakketstalen torenbalken. Oh, wacht even. Misschien moeten we dan toch nog naar de staalboer. Daar zijn we natuurlijk al een keer geweest, of niet? Ja, volgens mij wel. En dan moeten we dat op gaan halen. Denk ik, want dat ligt niet hier voor het oprapen, volgens mij. Althans, ik heb het niet zien liggen. We zijn wel weer in het donker aan het werk. Lang niet gedaan. Nog twee stukken. Segmenten. Hartstikke fijn. Yes, komt ie maar. Ja. En dan gaat deze. Nee. Oh. Rustig. Wat gebeurt er dus als je dit tegenaan komt? Daar gaat hij, de laatste.
Ja, kom op. Dat is dit stuk. Mooi. Krijgen we stort het plafond. Oké, even kijken of we nu dit hebben liggen hier. Volgens mij niet. Heb ik die staalfabriek? Die zit hier ergens. Want heb ik een Amerikaanse... Of wat is het nou? Oh, hier zit het. Oké, dus we gaan in de trekker. En dan moet ik dus daarheen. En dan moet ik nog wat hebben bij de staalfabriek om het te laden. Want ik kan niet zo laden met mijn handen natuurlijk. Interieur, ja. We weten ook eens niet uit mijn hoofd waar we dat nou precies moeten oppakken. Dus we gaan even rijden. En dan ga ik even kijken waar dat precies ligt. Want volgens mij ligt het hier... Ja, het moet hier liggen dan toch? Oké, dit is vreemd. Wacht even. Exterieur alsjeblieft. Oh, wacht even. Ik moet natuurlijk dit doen. Enter. Ja, zo moest het. Ik ben natuurlijk helemaal niet gewend om dit hier op te halen, jongens. Ben ik helemaal niet gewend. Maar waar ligt het nou? Ja, daar. Waar we net reden. Juist, kijk, hier ligt het. Dan heb ik niks op dit moment om te laden, dus dat gaan we erbij pakken. Voertuigpark en dan kies ik natuurlijk voor de big boy. Uitbesteden, instappen en dan gaan we deze op locatie zetten. Het is echt zo'n mooi apparaat, ik vind het nog steeds echt prachtig dit ding. Snelreizen, ja. Want deze kun je bij wijze van spreken gewoon in het midden van de stad zetten. Kom je er nog bij. Kijk, daar gaan we. En dan gaan we dat erop laden. Kunnen we gewoon hier neerplanten. Kijk, dan wat een ding, jongens. Dat is echt gaaf. Het is nog steeds een van mijn favoriete apparaten van het spel. Het is wel een beetje overkill dit. We hadden het net zo goed met een diepladertje kunnen doen, maar goed. Het is gewoon vet, weet je. Ik gebruik hem ook niet heel veel, moet ik zeggen. Nou, deze die komt hier achterop. Om de lading te ontkoppelen. Ja, dat heb ik toch. En dan komt die andere daarnaast. Het hoeft natuurlijk niet super netjes, want we hebben gewoon een hele grote oplegger. Kunnen gewoon lekker inladen. We hebben niet 60 van die dingen die we moeten inladen. Dus hoeven we niet te letten op hoe netjes we het neerzetten. Gewoon laden en gaan. Juist, mooi. Gaan we weer in de trekker. Gaan we naar het vliegveld toe. En dan gaan we deze zooi eens eventjes neerzetten waar het moet. En dan kunnen we weer verder met de bouw. Daar zijn we. Dan gaan we in de kraan. En dan ga ik het eraf halen. Waar ben ik? Ik ben hier. Nou, dat is wel even een afstandje natuurlijk, maar dat geeft niet. Naar beneden. Komt u maar, dank u wel. Hallo? Ja, ik wil net zeggen. Het is nog steeds een beetje een rotzooi. Maar ja, er komt natuurlijk weer wat tussen. Dat zul je altijd zien. Naar beneden, alstublieft. Yes, dat is nummer 1. En dan zitten we nu officieel op 75%. Het is official. Dus dat betekent dat we ook 75% of 25% verwijderd zijn van de hele DLC. Want ik weet nou niet even uit mijn hoofd hoeveel afleveringen ik heb gedaan over deze DLC. Volgens mij zijn het er aardig wat. Wat zijn er aardig wat? Ja, deze die mag dus daarnaast. Dankjewel. En dan gaan we weer met de kraan verder. En wat is dit nou weer allemaal dan? Nou, laten we even inzoomen, want ik zie echt helemaal niks. Wat is dit nou weer? Waar moet dat? Platform met stalen frame. Oh, dat is voor de toren. Dat is één deel. Kijk, dit is dan wel weer tof, weet je.
Gewoon nieuwe dingen die we nog niet hebben gedaan. Vind ik ook het leukste. Gaan we met deel 2. En dan gaan we naar deel 3. Yes, daar komt hij. Het is ook wel vet dat dat van staal is, die buitenkant. Dat klopt ook wel, dat is echt ook zo. Ik wil de andere kant, ik wil hier. Wat zit hier nou moeilijk te doen? Wat is er nou aan de hand? Waarom wil hij dat niet? Nou, dat doe ik die kant, dat kan ook. En daar komt het laatste deel. Even een slingertje. Hoppatee. Even omhoog takelen, zodat we er overheen komen. En dan mag jij zo op. Yes, dat is dat. Dan krijgen we stalen wandframe. Wat is dit nou weer voor iets? Wat is dat überhaupt voor iets dan? Jongens, ik heb geen idee wat ik aan het bouwen ben. Dat is handig. Wow, wat gebeurde er met de camera? Dan krijgen we dit hier. Ik ben wel benieuwd. Ja, dan krijgen we nog 2. Zakken, zakken, zakken. Jij mag dan hier. Joh, dat spel is helemaal aan het trippen, joh. Die denkt, die Valentino die gaat zo snel. Wat gebeurt er? Ik hou het allemaal niet bij. Nou, dat komt gewoon door de camera. Ik heb natuurlijk heel erg ingezoomd. Als ik hem uitzoom, dan zien we dat niet meer. En dan krijgen we een dak. Ik ben ook wel benieuwd wat mevrouw gaat zeggen als we het allemaal af hebben. Ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, daar gaat hij. Het dak. Oh, we moeten de hele zooi optillen. Oh, wacht. We moesten het op de grond in elkaar zetten. En daarna moesten we het... Oh ja. Kom ik nu achter. Kijk, dat is dus het dak. Oh, we moeten nu het daksegment erop gaan plaatsen. Nou, laten we eens eventjes gaan zakken. En dan gaan we het daksegment erop plaatsen. Ook van staal. Stalen daksegment. Nou, daar gaat hij. Hartstikke fijn. En dan krijgen we nu stortende plafond. Maar dat gaan we dus niet doen. Dat ga ik skippen. Dus dat is dit hier. Ja, dat ga ik skippen. Huh? Had ik nou alles... Wacht even. Oh ja, we hadden alles gedaan al. Oh, jongens... 237.000 eurotjes. Dat is goed geld. En dat komt goed uit, want ik ben verslaafd aan geld in dit spel. 5,8 miljoen, jongens. Lekker. Goed, we gaan eens even overal instappen. Dan gaan we dit... nee, dat ga ik niet trouwens. Ik ga gewoon vanaf hier dat doen. We gaan alles wegzetten. We zullen ook wat geld terugkrijgen. Bedankt iedereen voor het helpen. En maakt een... Oh, wacht. We hebben natuurlijk die transport... frames nog staan. Of stalen frames. Wat is het ook weer? En dan gaan we het toch nog in het daglicht voltooien. En ook wel iets sneller dan ik dacht. We hebben natuurlijk dat cementstort geskipt. Nog 2. Het was al een hele grote klus dit. Maar we zitten op 83%. Hè? Kan dat dan? Nou goed, het zal wel. We zijn toch nog niet klaar, of wel? Maak de landingsbaan leeg. Oh, nu. Ja, we zijn wel klaar. Praat met de ingenieur. Jongens, daar gaan we. Ik ben benieuwd. Oh, ik ben zo benieuwd hoe dit er uiteindelijk uitgezien. Daar gaan we. Most residents are aware that an airfield would be built here. The former summer camp had to be closed years ago. Of course, I'm a little sad. Seeing this place decay over all these years. At the same time, I'm happy to see that this place has finally been given a new meaning for a new generation.
Thanks to you and your team for this excellent and important work. Geen dank, geen dank, geen dank. By the way, I got more good news. Oh. My annoying brother was finally held accountable for his actions with a huge fine. Constantine was exposed as a fake safety inspector when he was lurking around behind an old cabin. I think he tried to sabotage my work because he was not allowed to build his own. Well, in the end, my brother's own vanity cost him dearly. That feels very fair, don't you think? Ultimately, the airport was approved by an official safety expert. My friend, we made it. Nou, wat ontzettend fijn. Wat een goed nieuws. Kijk, dat is hem, jongens. We hebben het gedaan. De DLC is klaar. Eindelijk. Oh, mijn god. Nou, gaan we vliegtuigen zien? Hey. Ja, ja. Ga vliegen dan. Hey, waarom gebeurt er nou niks? Oh, wacht. Hij gaat wel vliegen. Is het functioneel? Jongens, volgens mij is het functioneel. Oh, geweldig. Dat vind ik leuk. Is het de laatste vliegtuig die we zien opstijgen of komen er meer? Oh, het voelt nou wel ineens heel dood. Jongens, ik denk dat dat... ik denk dat dat de laatste vliegtuig was dat we hebben gezien opstijgen, of niet? Nou goed, laten we eens eventjes een kijkje nemen. Dit is het geworden. Ja, het is super mooi geworden. Mooie grote toren met de nummer A erop, letter A. Cijfer 27. Er staan ook al wat mensen te wachten. Dan hebben we ons mooie plaatje weer. Vloegplatz Vindach. En dan hebben we hier ook nog het gebouw met het logo. Wat begroening. Hebben we niks mee hoeven te doen. We hebben geen bomen hoeven plaatsen of hegjes of wat dan ook wat ermee te maken heeft. Ja, ik vond het heel erg leuk. Even kijken. Hebben we nog meer? Hebben we nog wat gemist? Nee, we hebben niks gemist. Wat staat er trouwens op dit bord? Oh, dat zijn brievenbussen. Oh, we hebben hierboven... Oh, er woont ook iemand in. Zie je dat? Hangt wat was en weet ik het allemaal. Ja, leuk. Dat was hem. Jongens, wacht even. Ik ben er weer. Er gaat een vliegtuig opstijgen. Het is dus wel functioneel. Oké, dat is wel heel erg leuk. Dat had ik namelijk ook gehoopt. Dat het functioneel zou zijn. Dat de vliegtuigen zouden vliegen. En dat is dus het geval. Want als het goed is, gaat deze gewoon opstijgen nu. Of hij gaat ergens anders parkeren. Dat kan natuurlijk ook. Of hij gaat omdraaien, of hij pakt de andere landingsbaan. Dat kan ook nog, er kan van alles gebeuren. Ik wil toch even kijken of hij nou gaat opstijgen of niet. Ja, hij gaat opstijgen, hij pakt die... Ja... Nou, in ieder geval, het is functioneel. De vliegtuigen zien rijden, ze vliegen. Superleuk. Vrienden en fans, beste volgers. Hij is af, de DLC. En terwijl de vliegtuigen opstijgen op de achtergrond. Hij is af, de DLC is afgemaakt. Het was ontzettend leuk. Jammer dat de eerste twee opdrachten hetzelfde waren. Maar goed, het is wat het is. 10 euro. Ik vind het ontzettend leuk. Vonden jullie de video ook leuk? Vergeet dan niet even te liken of te abonneren als je nieuw bent. En dan hoop ik je te zien bij een volgende aflevering. Tot dan. Doei!